praktisch gezegd, je gaat er met een mooie jurk heen en dan heb je gewoon een leuke avond. Op school? Op school, ja. 15 jaar, nu al gala? Ik heb het eindexamen al gedaan en wel een beetje jong, maar ik heb het op de lagere school een klas overgeslagen. En is het nou verplicht om dan echt in gala te komen? Nee, je mag ook gewoon wat anders aantrekken, maar ik vind het toch wel leuk om een gala jurk aan te hebben. Die jurk, is dat nou duur? Ligt eraan wat iemand duur vindt. Ik vind ze redelijk duur, ja. En deze jurk, is dat de keuze? Nee, ik heb een andere gekozen. Maar die wil je nog niet aandoen voor de camera? Nee. Want het moet een verrassing blijven op het gala? Zeker. Waarom is dat zo belangrijk? Gewoon leuker. Dan weet je niet wat je aan hebt. Je hebt nog geen keuze gemaakt? Nee. Al naar de kapper geweest? Nee. Dus er komen nog krullers in? Misschien. Het wordt opgestoken met krullen. Het is altijd zaak dat je uitgenodigd wordt toch als dame door een andere mannelijke scholier voor het gala. Ja, nou, dat is nu niet nodig, want ik heb al iemand, dus andere school. Dus die mag niet mee. Ik ben niet gevraagd in ieder geval. Ik heb al een vriend, dus dat maakt mij eigenlijk ook niks uit. Hoe ga je naar het gala? Ik heb geen idee hoe die heet, maar het is wel een klassieker. En een sportwagen van mijn opa. En wie betaalt de jurk? Ikzelf. Mama.